Met deze video wil ik jullie vooral laten nadenken ergens over een bepaalde mindset krijgen. En dat wil ik doen aan de hand van twee voorbeelden. En het gaat er dan om dat je nu op dit moment iets kleins beseft, iets kleins doet wat grote impact heeft op je toekomst. Het heeft op dit moment nog geen directe invloed, maar al die kleine stapjes samen, kleine beslissingen samen, zorgen wel voor een totaal andere uitkomst eigenlijk in de toekomst. En het hoeft niet per se financieel te zijn, het komt op heel veel plekken terug zodra je het beseft. En het is ook iets dat Einstein het achtste wereldwonder noemde. Dus een iets andere video dan je misschien normaal gewend bent op dit kanaal, maar zeker niet onbelangrijk. Misschien wel juist veel belangrijker, omdat het heel breed is en heel veel impact kan hebben op je toekomst. Laten we niet langer wachten en snel beginnen met de video. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Op dit kanaal maak ik elke week twee video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien, klik hieronder even op abonneren, dan mis je nooit meer een video. En vind je dit nou een leuke, interessante video, geef zeker even een duimpje omhoog, dan weet ik dat jij het waardeert. Maar het is ook heel erg belangrijk voor YouTube. Dan wordt deze video meer gepromoot, meer mensen krijgen hem te zien en kunnen er dus iets van leren. Maar zoals gezegd wil ik in deze video jullie iets leren, een bepaalde manier van denken aanleren. En dat wil ik ten eerste doen met een voorbeeld, dus laten we ook beginnen met het eerste voorbeeld. En misschien hebben jullie de afbeelding al gezien en hebben jullie al een klein beetje een idee waar het over gaat. Het gaat over het compound effect. En in het Nederlands noemen we dat dan vaak samengestelde interest als we het over financiële dingen hebben zoals sparen of beleggen. Maar misschien kan ik het beter duidelijk maken aan de hand van een voorbeeld. En dan laat ik beginnen met de vraag van wat zou je liever hebben vandaag 1 miljoen euro of 1 cent, 1 eurocent vandaag die 30 dagen lang verdubbelt. Dus denk daar heel even een paar seconden over na zonder al te veel te rekenen. Wat is het eerste wat in je opkomt? Wil je vandaag 1 miljoen euro of 1 eurocent die 30 dagen lang verdubbelt? Of om het misschien zelfs nog iets lastiger te maken, wil je vandaag 3 miljoen euro of wil je nog steeds die eurocent die 30 dagen lang verdubbelt? En dan ben ik deze video begonnen met uit te leggen wat kleine stapjes op dit moment, als je ze vaak genoeg neemt, voor grote impact kunnen hebben op de toekomst. Dus misschien dat je dan een beetje een idee hebt welke kant ik op wil. Maar laten we ook even gaan kijken naar de uitkomsten van eigenlijk drie rekensommen dus. Want misschien zal de uitkomst jou wel verbazen. Dat is natuurlijk mijn doelgroep van dit kanaal. Niet de gemiddelde doorsnee van de Nederlander, zeg maar. Want veel mensen van jullie zullen al met dit soort onderwerpen bezig zijn. En dus al een beetje weten waar ik naartoe neig. Wat de uitkomst hiervan zal zijn. En ik zei trouwens ook twee rekensommen. Maar natuurlijk, in het eerste geval krijg je vandaag 1 miljoen euro. In het tweede geval krijg je vandaag 3 miljoen euro. Waar we vooral benieuwd naar zijn, is wat die 1 eurocent doet als je hem 30 dagen lang blijft verdubbelen. En om dan het effect daarvan te laten zien van die kleine verbeteringen, van die kleine beslissingen, kunnen we beter gaan kijken naar een grafiek. En aan deze grafiek zien we de eerste 7 dagen. En na die 7 dagen zien we dat het al gegroeid is naar 1,28 euro. En we zien ook wel een best snelle stijging, juist door telkens die verdubbeling. Kijken we naar de volgende grafiek, wederom 7 dagen later, oftewel tot en met dag 15. Dan is het bedrag in één keer al gegroeid naar 163,48 euro. En kijken we dan nog een keer 7 dagen later, dag 22 dus, zit het in één keer al op bijna 21.000 euro. Maar we zien nog wel steeds diezelfde enorme steile lijnen omhoog lopen. En waar we in de vorige grafiek dus die steile stijging zagen bij 15 dagen, stellen die 15 dagen nu in één keer niets meer voor. Die eerste 15 dagen, die lijken wel gewoon plat te liggen bijna. Pakken we dan de laatste grafiek erbij van de volledige 30 dagen, dan zie je dat het bedrag, die 1 eurocent waar we mee begonnen zijn, na 30 dagen verdubbelen, uitgegroeid is naar 10.737.418,24 euro. En wederom die vorige grafiek van de eerste 22 dagen, die lijkt nu nog steeds gewoon plat, want je ziet het effect van die laatste 7 dagen, of iets meer in dit geval, hoe steil het dan in één keer omhoog gaat en hoe hard het bedrag dus in één keer toeneemt. En juist dat is dan het compounding effect, wat we vaak noemen, zoals gezegd, samengestelde interest, al zal het dan niet verdubbelen met beleggingen of sparen, maar wel het effect zien we hier heel erg naar voren komen, wat de kleine stapjes in het begin voor enorme impact kunnen hebben op de lange termijn. En misschien hebben we het dan wel niet over dagen, maar eerder over weken, maanden of jaren. En dan kun je ook na gaan denken over de beslissingen tot nu toe.
De beslissingen die je tot nu toe hebt genomen, hoe klein ze ook zijn, hebben ervoor gezorgd dat jij degene bent zoals je nu bent. Dit kunnen kleine beslissingen zijn waarvan je niet eens meer weet dat je ze genomen hebt. Maar dit kunnen ook juist hele grote beslissingen zijn geweest. Grote keuzes zoals welke studie ga je nemen, welke vriendengroep bouw je op, welke interesses heb je waar je in gaat verdiepen in je vrije tijd bijvoorbeeld. Want deze kleine beslissingen, of ook ooit zelfs die grote beslissingen, zijn waarschijnlijk de basis geweest van hoe jouw week er tegenwoordig uitziet. En misschien bepalen ze ook wel hoe jouw toekomst eruit ziet in een groot gedeelte. Want bijvoorbeeld voor je werk, je hebt een bepaalde studie gekozen. Vanuit daar heb je nou een bepaalde baan. En die baan bepaalt al voor een groot gedeelte, waarschijnlijk 5 dagen van de week, hoe jouw week eruit ziet. Je werk bepaalt namelijk de tijd die je spendeert, ook het inkomen dat je hebt, het geld dat je kunt uitgeven en eventueel ook het geld dat je kunt investeren voor je toekomst. Maar denk ook aan de vriendengroep die je hebt opgebouwd, de mensen om je heen. Zij bepalen vaak welke kant je opgroeit in de toekomst. Vaak zeggen ze ook dat je moet zorgen dat jij de middelste punt van de vriendengroep die je hebt. Dat er altijd mensen die minder slim zijn, die minder geld hebben dan jij in de groep moeten zitten. Maar ook dat er mensen moeten zijn die slimmer zijn dan jou, meer geld hebben. En dan krijg je natuurlijk de situatie dat jij kunt leren van die mensen die slimmer zijn, rijker zijn, meer ervaring hebben. Maar dat jij ook weer ervaringen die jij hebt kunt delen met mensen die dat nog niet hebben. Zodat je elkaar allemaal helpt en misschien ook wel richting de toekomst groeit. Want jij kunt dan anderen iets leren, hun motiveren, hun bepaalde doelen stellen. Terwijl je zelf juist uitgedaagd wordt door die mensen die al iets hoger zitten dan jij. Iets verder in de toekomst van punten die jij wilt bereiken. En dan kom je dus bij de beslissingen voor de toekomst. Want als die beslissingen die je tot nu toe hebt genomen gemaakt hebben wie je nu bent, dan zorgen beslissingen die je vanaf nu gaat nemen hoe jouw toekomst eruit gaat zien. En zoals gezegd, dit kan financieel zijn, maar het kan ook veel meer plekken terugkomen. Een van die plekken waar ik het terug zie komen is in de statistieken van mijn YouTube kanaal. Want pakken we nou de statistieken van 2018 erbij, dan zien we ten eerste dat ik een enorme groei heb doorgemaakt. Kijk bijvoorbeeld naar het aantal weergaven, dan groeide dat in 2018 naar 4200 weergaves. Kijken we naar kijktijd, dan was dat gegroeid naar 273 uur in 2018 dus. En misschien herken je die vorm van de grafiek wel, want die lijkt namelijk heel veel op de vormen die we zagen in het begin van deze video, in de voorbeelden die ik toen liet zien. En let dan ook vooral op hoe de grafiek eindigt, hoe hoog de piek is vergeleken met het begin van 2018. Nou, laten we dan in één keer naar 2019 gaan. En als je toen dacht dat 2018 hard groeide, kijk dan eens naar deze grafiek van 2019. Want die piek waar ik net zei in 2018, die stelt in één keer in 2019 bijna niks meer voor. Hij valt bijna niet meer op, hij lijkt wel gewoon plat te liggen als we kijken naar het begin van 2019. En dat was ongeveer gelijk met het einde van 2018. Kijken we naar die weergaves, die 4200 van vorig jaar, die zijn dit jaar, terwijl het hele jaar nog niet eens om is in 2019, al gegroeid van 4200 naar 270.000 weergaves dus. En de kijktijd, die vorig jaar 273 uur was, is nu wel 26.000 uur. En die groei en die resultaten zijn niet de resultaten van enkele goede video's. Nee, die zijn de resultaten van al meer dan 2 jaar lang kleine stapjes maken, telkens een video maken die uiteindelijk oplopen naar de resultaten die we dus nu zien. En wat nou als we in 2020 eenzelfde groei doormaken, dat die pieken die we nu zien in 2019 eigenlijk niks meer voorstellen als we dadelijk naar 2020 gaan kijken als we een jaar verder zijn. En het is dus niet zo dat ik telkens grote stappen maak. Nee, het is juist zo dat ik telkens kleine stapjes maak, maar wel op een constant niveau in de vorm van 2 video's in de week bijvoorbeeld. Dat je zorgt dat je telkens die stapjes maakt en juist dan op de lange termijn kunnen die kleine stapjes die je maakt grote effecten hebben dus. En juist dat wil ik in deze video ook vertellen. Maak die stappen, hoe klein ze ook zijn. En denk er dan aan wat jij wilt bereiken in de toekomst. Nou, laten we zeggen dat je als doel hebt om miljonair te worden, want we zijn tenslotte toch een financieel kanaal. Denk dan niet aan snel veel geld moeten verdienen of hoeveel 1 miljoen euro wel niet is. Maar verdeel dit bedrag gewoon op in kleinere stapjes die je wilt maken op weg naar dit doel. Want wat moet je doen om dit doel te bereiken in bijvoorbeeld 25 jaar? Nou, gemiddeld kom je dan uit op 40.000 euro per jaar. Maar we hebben gezien hoe die groeicurve gaat. Dat hoeft helemaal niet 40.000 euro gemiddeld te zijn, maar het hoeft helemaal niet zoveel te zijn dus aan het begin. Want we hebben juist gezien dat in die laatste paar stappen, misschien wel die laatste paar jaar in dit geval, dat daar juist de grote impact komt. Maar het kan ook gewoon gaan over een hobby die je hebt, die je misschien in de toekomst wel uit wil breiden naar, om er je werk van te maken, zeg maar. Want ik lees ook regelmatig comments van mensen die begonnen zijn naar aanleiding van een video of meerdere video's die ik heb gemaakt. En dat ze nu dus stap hebben gemaakt om zelf iets te gaan beginnen. Dit kan bijvoorbeeld zijn extra aflossen op je hypotheek, zodat je zorgt dat je in de toekomst dus meer vrijheid hebt, aangezien je maandlasten lager zijn. Het kan ook zijn dat je een YouTube-kanaal begint.
Heel veel mensen beginnen dan wel weer een financieel YouTube-kanaal. Dus probeer ook een ander onderwerp, zou ik zeggen. Maar in ieder geval, ze zijn gemotiveerd geraakt van mijn video's. Omdat ik deel wat ik verdien, hoe het groeit. En juist dat willen hun ook gaan bereiken. Ze weten wat er mogelijk is. Ook met die kleine stapjes. Het kost tijd. Maar als je ziet, als je het een tijdje, 1, 2, misschien wel 3 jaar volhoudt. Wat voor effect het dan kan hebben. En ook ik ben maar een gewone jongen met een gemiddeld salaris als we gaan kijken naar de salarissen in Nederland. Er zijn mensen die veel meer verdienen dan ik. Er zijn natuurlijk ook mensen die minder verdienen dan ik. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat er juist om dat je kunt zien dat iedereen kan zoiets beginnen. Het is het belangrijkste juist dat je gaat beginnen. Dus mijn vraag aan jou is dan ook, welke stappen ga jij nemen in 2020? Waar wil jij naartoe gaan werken? Wat zijn jouw doelen voor de toekomst? En heb je dan ook al nagedacht over hoe je dat wil gaan bereiken? Of heb je lange tijd gedacht dat het onmogelijk is om zo'n doel te bereiken? Bijvoorbeeld iedereen heeft al ooit gedacht om miljonair te worden, maar het lijkt zo ver, zo moeilijk. Maar misschien dat je na deze video wel gaat beseffen dat het niet het einddoel is wat je ten eerste moet bereiken, maar dat je juist die eerste stap moet maken. Dat je heel veel kleine beslissingen, kleine stappen moet maken om er juist dat einddoel te bereiken. En naarmate je bezig bent, zal het ook steeds makkelijker worden. Zie je misschien dingen anders, gaat het makkelijker om het doel te bereiken. En ik ben dan ook erg benieuwd naar jouw doelen voor de toekomst en juist ook hoe jij ze wil gaan bereiken. Dus laat zeker dat weten in de reacties onder deze video. Want juist dat is een goede plek om van elkaar te leren, om elkaar te motiveren. Kijken wat elkaars doelen zijn, wat we misschien nog wel iets zelf ervan kunnen leren. Dus laat zeker een reactie achter onder deze video. Ik ben erg benieuwd naar jullie doelen voor volgend jaar en ook voor ver in de toekomst natuurlijk. Maar misschien zijn de eerste stappen al genomen of ga je ze nemen in ieder geval in 2020. En daarmee wil ik deze video dan ook afsluiten. Ik hoop dat ik met de voorbeelden die ik heb laten zien jou heb proberen te motiveren, te inspireren om te gaan beginnen. Want juist dat voorbeeld van die 1 cent naar meer dan 10 miljoen, dan heb je het effect eigenlijk wel. Maar je ziet het ook terugkomen, zoals gezegd, in mijn YouTube-statistieken eigenlijk. Het effect van die kleine stapjes, maar wel lange tijd volhouden. Wat voor groei dat heeft. En die piek van 2018, die stelt al niks meer voor in 2019. Dus misschien kan jij ook wel zoiets bereiken. Ik hoop in ieder geval dat het motiverend werkt. Vond je dit nou een leuke, interessante video? Zoals gezegd, geef even een duimpje omhoog. Dat is leuk voor mij, maar ook zeker goed voor YouTube. Dat meer mensen deze video te zien krijgen en misschien wel stappen gaan ondernemen voor volgend jaar te werken aan hun toekomst. En als je meer van dit soort video's wilt zien, zoals gezegd, maak ik elke week 2 video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik hieronder op abonneren, klik op het belicoontje daarnaast. Dan krijg je altijd weer een melding als er een nieuwe video online staat. En dan zie ik je graag in de volgende video terug.